Lockdown-overtreders zullen niet meer met zijden handschoenen worden aangepakt door de politie. Door de hoge aantallen COVID-besmettingen voelen de wetsdienaren zich genoodzaakt om nu veel strenger op te treden. Zo zal zij niet meer aarzelen bij het opleggen van boetes, zegt waarnemend korpschef Henry Seedorf. Waar wij enkele weken terug meer waarschuwend, vooral overdag, bezig waren, dat nu het opleggen van de boetes veel sneller zal plaatsvinden. Ook de lockdown-overtreders, die zullen, ik wil bijna zeggen zonder pardon, worden opgebracht. Maar we zullen minder tolerant zijn tegen mensen die tegen de maatregelen in handelen. De waarnemend korpschef vermeldt daarbij dat de politie ook met uitdagingen te kampen heeft voor wat betreft de personele bezetting en logistiek. Dat zal haar echter niet ervan weerhouden om waar mogelijk streng op te treden. We zitten met de uitdaging, met name de beperkte mogelijkheden qua personeel en middelen, omdat de basispolitiezorg normaal plaatsvindt. Dat betekent dus dat wanneer u een politievoertuig over straat ziet, dan heeft u de neiging om dat gelijk af te zetten tegen een toevallig aanwezige groep. Maar wat misschien niet bekend is, is dat dat voertuig toevalligerwijs op weg is naar een andere zaak die te maken heeft met de commune misdrijven. Dus daar ligt er een uitdaging, dus personeelstekort en de middelenvoorziening. Maar naar de mogelijkheden zal worden opgetreden. Ik zei het al, de politie heeft niet alleen COVID-handhaving op het bord, maar de diefstallen, de moorden, de mishandelingen, de verkeersdelicten, die vinden normaal plaats. Waarnemend korpschef Henry Seedorf die heeft aangekondigd dat de politie strenger zal optreden tegen lockdown-overtreders. Dit met het oog op het hoge aantal COVID-besmettingen. Op de persconferentie van zondag is ook bekendgemaakt dat de COVID-maatregelen nog 1 week gehandhaafd blijven.